Hallo iedereen en welkom in een nieuwe video. Normaal gezien neem ik geen video's op in het weekend, maar we staan aan het begin van een hele belangrijke periode die ongeveer, laten we zeggen, zeker 2 weken gaat duren. En die periode begint morgen, of is eigenlijk al begonnen als ik eerlijk ben, maar heeft die extra activatie of die extra opening vortex morgen met de volle maan die een weegschaal is. En niet alleen dat, niet alleen door de volle maan, maar natuurlijk ook door de maaneclipse die ermee gepaard gaat, wat dan vooral in de vrouwelijke energie zal gevoeld worden. Waarom? Omdat het ook gaat over dus de eigenschappen van weegschaal die verbonden zijn met relaties, die verbonden zijn met verbinden. Meer nog, wat gebeurt er bij volle maan? Volle maan is de energie die alles belicht, die schaduwen naar boven brengt. Maar nu, in een korte periode, gaan we dus eigenlijk van een volle maan naar een donkere maan en weer naar een volle maan door die maaneclipse, dus door die maansverduistering. En dat maakt natuurlijk dat heel veel schaduwen die we kunnen ervaren onder de vorm van angsten, want angsten zijn altijd gedachten, overtuigingen die we hebben. Maar ook overweldigende emoties. En zoals ik zei, dat kan vooral gevoeld worden bij wanneer je zelf erkent als de Divine Feminine. Natuurlijk ook gaan de mannelijke energieën dat ook voelen, maar het zal op een andere manier zich tonen, als zij veel meer op het fysieke gericht zijn. Dus het gaat op een heel andere manier ervaren worden, waardoor dat het voor de mannelijke energieën als iets slechter zal passeren. Nu, de periode van die 2 weken eindigt, of wordt eigenlijk weer afgesloten op 8 april, met de donkere maan in de Ram. En op dat moment is er dan eigenlijk ook sprake van een zonne-eclips. Dus ook dan ga je zien dat we eigenlijk, het beeld dat ik kreeg, want ik ben al een paar dagen daarover informatie aan het ontvangen, omdat het mij niet heel duidelijk was, ik voelde wel dat er een en het ander gaande was en dat er een belangrijke periode aankwam. En er is ook niet voor niets dat mijn reis naar Portugal daar pal invalt. Eigenlijk moet je het zien dat we tussen nu en 8 april door een soort van geboortetunnel gaan. Wat betekent dat de mensen die al wat in hogere energieën zijn, en zeker als je mee volgt, dan ben je een onderdeel van die groep, van die eerste groep, die daar eigenlijk, ik zou bijna zeggen, redelijk vlot doorheen zal gaan. Waarom? Omdat je al gewoon bent om met schaduwen te werken. Omdat je gewoon bent om naar binnen te gaan. Omdat je gewoon bent om niet zomaar alles aan te nemen. En dus niet ten prooi te vallen aan diepe, zware emoties. En die dan als waarheid te gaan aannemen. Want de dingen die nu nog de komende 2 weken weer naar boven komen, dat heeft te maken met schaduwen die er nog zijn. Met als doel u verder nog af te stemmen op die zuivere essentie van jouw ziel. En dus is het belangrijk dat je jezelf vragen stelt van als je in dat moment te zien waarop je ten neergeslagen voelt, of overweldigd wordt door emoties, of door paniekgedachten, of wat dan ook, rond angst, of maakt niet uit hoe dat het zich uit bij jou, je zal het wel herkennen, dat je jezelf de vraag stelt, wat wil dit mij tonen? Wat is het stuk die nog niet voldoende in zuiver is, en die nog niet voldoende de zuivere essentie van mijn ziel heeft? En gebruik de komende 2 weken om die verschuiving te maken. Dus zie het ook echt als dat je de komende 2 weken in een soort van andere dimensie gaat gaan leven, waarin dat je de schaduwen en de stukken die nog niet helemaal in afstemming zijn, vergroot en uitvergroot gaat ervaren. Maar dat is niet jouw realiteit. Dat is niet jouw waarheid. Dat is niet wie je bent. Dat zijn de dingen die nog mogen getransformeerd verder worden. En je merkt ook dat ik dat mijn stem waarschijnlijk iets anders klinkt dan anders. En dat, dat heeft te maken met het feit, ja, los van mijn hooikoorts natuurlijk, maar heeft te maken met
mijn neus die aan het loslaten is. Dus veel is gewoon op de 3D-manier vertalen als verkoudheid. Maar eigenlijk is er meer aan de hand. Dus door de activatie en het ontvangen van hogere energieën afgelopen week, moet ook mijn lichaam weer verschuiven. En stukken we dat er nog lagere energieën waren, door gelijk welke omstandigheden, het maakt niet uit, we hoeven het ook niet te weten, wordt op die manier eigenlijk ook weer verder en dieper losgelaten. Dus kijk naar alle stukken die gebeuren nu in jouw leven. Nu is niet de tijd om te focussen op je tweelingvlam of te kijken wat er daar gebeurt, tenzij dat je in een harmonieuze relatie bent. En het, laten we zeggen, kan communiceren zonder constant getriggerd te worden, want ook dat zijn stukken die nu de komende 2 weken iets gevoeliger gaan zijn en iets gemakkelijker gaan getriggerd worden, want we zitten in ramseizoen. En ramseizoen, ramteken, is eigenlijk het meest mannelijke teken dat je kan hebben. Maar Ram is verbonden met Mars. En het andere teken die ook verbonden is met Mars is Schorpioen. Waarin dat je zou kunnen zien dat de vuurenergie op 2 verschillende manieren gebruikt wordt. Dus vanuit de ramenergie voorwaarts. En sommigen moeten het op een positieve manier en dan Schorpioen eerder op een negatieve manier. Ik vind dat geen goede uitdrukkingen, want ook beiden in elk zijn eigen elementen, dus Ram en Schorpioen, hebben daar ook positieve en negatieve uitingen. Je zou kunnen eerder uitdrukken dat de ram eerder naar buiten gericht is. Dus de mannelijke energie meer naar buiten gericht is. En schorpioen eerder de mannelijke energie maar meer naar binnen gericht. Het gaat meer rond die schaduwen en die donkere en zo verder. Wat moet ik dan over zeggen? Dus nu, in deze periode, zitten we dan ook met die Mercurius, de planeet van communicatie, die weer een retrograde gaat. En dan weet er heel veel mensen die bang zijn rond retrograde en wat dan ook. Zeker wanneer je gaat reizen, maar weet dat de dingen die gebeuren, ook al is het een vertraging, ook al wat dan ook, dat het ook allemaal weer met een hoger doel is. Maar weet ook dat in deze periode, dat ook belangrijk is om te gaan kijken van op welke manier heb ik altijd gecommuniceerd? Heb ik mijn waarheden op een manier uitgedrukt die een weerspiegeling zijn van mijn zuivere essentie, of was het eerder vanuit mijn vervormde energie? En zeker en vooral in relaties, want weet je wat ik gezegd heb, het is een volle maan en weegschaal, dus de energie rond weegschaal, rond relaties, is heel prominent aanwezig. Dus ook daar, kijk ook van, wat is hetgeen dat je vanuit je vrouwelijke energie, dus vanuit je intuïtie, gaat gaan voelen. En die dan, naarmate dat we meer 8 april zijn, eigenlijk dat gevoelens dan naar buiten wel gaan komen. Het zou zelfs heel goed kunnen zijn dat de eerste week veel zwaarder aanvoelt voor de vrouwelijke energie. En dan de tweede week, naarmate dat we dan meer in die donkere maan in ram gaan met de zonne-eclips, dat dan hetgeen is dat de druk op de mannelijke energie groter wordt. Ik ben van plan om, naarmate dat ik nog nieuwe downloads krijg, nieuwe informatie krijg, om dat ook te delen. Mocht het zijn dat je dingen merkt en ervaart en niet altijd goed weet hoe je ermee moet omgaan of wat dat betekent, dan mag je altijd ook jouw comment of een berichtje of je vraag zetten onder deze video of onder een van de toekomstige video's natuurlijk. Ik probeer altijd alle comments te beantwoorden, maar ik heb al gezien dat af en toe er één aan mijn aandacht ontglipt door een of andere reden. En dat YouTube dat vanuit het programma niet altijd dan ook meldt wanneer dat bijvoorbeeld een nieuwe comment onder een andere comment komt. Dus mocht het zijn dat ik daar op een of andere vraag van jou ooit nog niet geantwoord heb, dan is het misschien goed om ofwel mij dan een persoonlijk bericht te sturen via de website, via de contactpagina, of om je vraag nog eens opnieuw te stellen, maar dan niet meer onder een andere comment, maar als een nieuwe reactie. Dan ga ik het ook veel sneller zien. Dus, maar wat is dat er gebeurd is tussen dus nu 25 maart en 8 april, is dat er een upgrade komt in de kristallen grid. En dat is ook een van de redenen van de reis naar Portugal. Omdat wij daar dan helpen het kristallen grid stabiel te houden. Is hetgeen wat ik hoor. Los van de andere stukken dat we nog te doen daar hebben.
Maar dus een van de belangrijkste taken dat we, waarom we in die periode daar moeten zijn, is om dat te gaan doen. Er beginnen ook nieuwe informaties al binnen te komen van de volgende stappen, dus na Portugal, maar dat ga ik op later tijdstip delen. Dus wat ga je zien nu de komende periode? Dat heel veel dingen rond jouw manifestaties, rond jouw ascensieproces, rond je bewustwording gaan veranderen. Ze gaan een shift innemen met een grotere focus op de schaduwen, op de donkere kant. Dat wil niet zeggen, ik herhaal, dat wil niet zeggen dat al hetgeen wat je ooit gedaan hebt, dat dat verloren is. Zeker niet. Het is er als een extra kans om nog dieper te gaan in je groei, zodanig dat je dan begin april, in de mate dat we dan verder lopen naar eind april, waar we dan opnieuw een volle maan hebben, om daar dan echt vanuit die hogere nieuwe realiteit, die nieuwe identiteit, dus je hogere energie, ook je leven verder te gaan vormgeven. En zeker als je met mij resoneert, dan is deze overgang er ook één om eigenlijk in je nieuwe realiteit te gaan stappen. Waar dat bij de anderen die nog niet zo ver staan, of nog niet zo wakker zijn, of denken dat ze wakker zijn, maar die tijden nog niet zijn, daarvoor gaat het volgende eclipsseizoen in september-oktober een belangrijke move zijn. Met opnieuw een tweede kans om in die schaduwen te gaan duiken, om dan vanuit die hogere identiteit een nieuwe realiteit gaan vorm te geven. Voor degenen die het al willen weten wanneer dat gaat zijn, dat is op 18 september. Dan hebben we daar opnieuw een maansverduistering. En op 2 oktober hebben we een zonsverduistering. Interessant om te weten, 18 september is een gedeeltelijke maansverduistering en die gaat hier in België en ik veronderstel Nederland ook wel zichtbaar zijn. De andere, jammer genoeg, niet. Omdat die meer gefocust is op de regio Amerika en Noord-Amerika, Zuid-Amerika en zo verder. Wat dat je ook gaat zien, dat daardoor de veranderingen daar ook een stukje heftiger gaan zijn. Is hetgeen ik hoor. Ja, oké. Okay. Ik ga daar nu niet over uitweiden, anders wordt het te veel. Maar dus ik ga dan ook in een latere video iets delen over het veranderende raster van de aarde. En waarom dat bepaalde chakrapunten van de aarde ook van plaats gaan veranderen. Oké, okay. Ik ga het voor deze video ga ik het hier houden. Maar wat nog belangrijk is, en een laatste stukje dat ik wil meegeven, is dat je misschien eens kan gaan kijken van wat is er gebeurd of wat is er gestart in de periode van oktober en november in 2023. Welk vlak in je leven is er eigenlijk een soort van transformatie gebeurd waarbij je het gevoel had dat je van helemaal van opnieuw af aan moest gaan beginnen? En de reden daarvoor is omdat als je niets schept, dan is het risico van die veranderingen ook veel kleiner. Als je heel veel te verliezen hebt, en zeker wanneer dat vanuit ego en vanuit het ego bekeken heel veel rond materie en dergelijke stukken zijn, dan is de verandering iets uitdagender en veel lastiger natuurlijk. Dus kijk eens wat er eigenlijk in oktober al begonnen is en die nu eigenlijk zal afgerond worden als je natuurlijk in staat bent om daarin mee te gaan. Ik ga een voorbeeld geven. Ik zie het in mijn leven zelf ook. Bijvoorbeeld oktober, november heb ik echt die hele verschuiving gemaakt. Ook uiteindelijk mijn gedacht van gemaakt om in mijn onderneming te veranderen en dus niet meer één op één te werken. Wat eigenlijk al geïnitieerd was door mijn team in het voorjaar van 2023. Dus dat is één transformatie die bij mij toen gestart is. Er was ook een hele aanloop van een nieuwe separatie of een nieuwe scheiding waarin er totaal geen contact was. Ondertussen is er wel weer opnieuw contact. Maar tussen mij en mijn twin. En dat was ook begonnen in oktober, november vorig jaar. En die eigenlijk afgelopen week zijn einde genomen heeft, omdat we nu met de periode dat we nu aankomen, dat communicatie weer belangrijk is. En dan natuurlijk ook de weerspiegeling in financiën. En ik heb dat ook al in andere video's gedeeld. Afhankelijk waar hij staat in je groei, hoe dat gaat in jouw tweelingvlamconnectie, ga je automatisch ook weerspiegeld zien in jouw financiën. Dus ook daar kan je kijken van oké, op verschillende vlakken in mijn leven, wat was er gaande, wat waren de thema's in oktober en november.
En op welke manier zie ik dat nu nog verder uitspelen? En hoe kan ik daar nu eigenlijk gebruik van maken om echt die schaduwen die er nog zijn, van diep gaan aan te kijken, zodanig dat ik voor eens en voor altijd ze getransformeerd heb. Dus ik heb bewust niet gezegd van er vanaf ben, maar getransformeerd. Want wanneer dat getransformeerd is, dan wordt het van iets negatief of iets laagtrillend of iets uit disbalans naar iets waarin dat in eenheid is. Voilà. Ik ga nog een video opnemen voor vandaag. Ik ga die vandaag ook al posten. Waarin dat de focus veel meer ligt dan op de mannelijke en vrouwelijke energie voor deze week. En dan moet ik nadenken. Dat kan ik ook innemen voor de komende. Dat ga ik proberen te doen voor de komende week. Maar je weet, ik maak niet graag beloftes. Omdat ik niet altijd weet of ik die kan nakomen. En dat heeft te maken met mijn eigen energie natuurlijk. Voilà, dat was het in deze video. Ik hoop dat jullie daar vast heel van hebben. Dus onthoud, als je het lastig vindt, als je voelt dat schaduwen jou overweldigen, dan weet je dat het te maken heeft met hetgeen wat er nu gaande is. Besef het ook, voel je het zelf niet, maar je ziet het bij anderen gebeuren, weet ook dat het daarmee te maken heeft. Dus dat we echt door die geboortetunnel geduwd worden, maar dat we met een groep lichtwerkers zijn die het raster, de tunnel, ik zal het zo noemen, de tunnel, stabiel houden, zodanig dat je doorheen die tunnel kan en aan de andere kant bij ons uitkomt. Voilà, dat was het voor nu. Ik ga het stoppen en tot in de volgende. Dag!